Breda Nu. Hallo allemaal, ik ben Joyce Witte en je kijkt naar het weekoverzicht van Breda Nu. Op de internationale Coming Out Day wilde Breda laten zien dat iedereen hier welkom is, maar vooral ook zichzelf kan zijn. Wij namen een kijkje in het Valkenbergpark. Coming Out Day, de naam zegt het eigenlijk al, want het is eigenlijk een dag waarop je dus eventueel uit de kast kan komen. Maar het is eigenlijk vooral een dag waarop we aandacht vragen voor dat uit de kast komen nog steeds soms een uitdaging kan zijn. En dat er ook tijd en ruimte voor moet worden gevraagd in onze samenleving. We hebben vandaag een gezamenlijke actie met het regenboogbeleid opgezet. En we willen de Bredanaar, de burgers van de stad welkom heten in hopelijk een stad waar we elkaar kunnen omarmen. En daarom hebben we verschillende kasten met informatie in het Valkenbergpark staan. En die kasten zijn 6 in de kleuren van de regenboog. En die staan allemaal voor een bepaalde seksualiteit of gender. En daar staat informatie in die kasten. In Breda is iedereen welkom. Maar vinden we het ook heel erg belangrijk dat iedereen vooral zichzelf kan zijn. Dat je bent wie je bent, dat je verliefd mag zijn op wie jij dat wil. En dat je daar een goed gevoel bij hebt. En dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom is het belangrijk om op een dag als vandaag ook vooral het gesprek aan te gaan met mensen die hier gewoon in het park lopen over... Nou ja, waarom is het moeilijk om jezelf te kunnen zijn? En we gunnen iedereen zo dat hij dat kan zijn. En daarnaast hebben we ook op alle openingen van de stad staan ballonnenpilaren. En daarbij staan vrijwilligers die wat vertellen over uit de kast komen. En die vraag stellen bij de Bredanaar, waar kom jij vandaag voor uit de kast? Wat moet jou van het hart? En wat wil je graag delen met iemand? En dat kunnen ze doen door een kaartje te sturen die wij opsturen. En die kunnen ze schrijven. En ze krijgen een button. Ik ga ze dadelijk dit kaartje beschrijven. En dat sturen we aan iemand anders en daarmee hopen we het als een olievlekje te verspreiden. Wat ik erop ga schrijven is dat Breda een stad is waarin je jezelf kan zijn, maar vooral ook een stad is waar de liefde gevoeld mag worden en gevierd mag worden. En Breda brengt het samen, zeggen we altijd. Nou, ik vind het vooral belangrijk dat Breda iedereen samenbrengt en iedereen in alle opzichten. Dus zoiets zal ik wel opschrijven. Wat Bodus ook vandaag heeft gedaan, is ook alle horecazaken gevraagd om mee te doen met de Coming Out Day door middel van deze button te dragen. Om zo ook aandacht te vragen en ook solidair te staan aan de mensen die eventueel uit de kast moeten komen. Tijdens de herfstvakantie wordt er van alles georganiseerd voor de kinderen. Waaronder een echte ballonnenprofessor die naar een kinderspeelparadijs kwam. Natuurlijk wilden veel kinderen wel zo'n mooie ballonfiguur hebben. Mijn naam is Norbert Broes, Heisma. Ik kom uit Breda. En ik maak ballonnen als ballonprofessor. En soms maak ik ze ook stuk. En dat doe ik optredens door heel Nederland, maar ook in het buitenland. En wat is dan zo leuk aan ballonnenprofessor zijn? Nou ja, kijk om je heen. Je krijgt allemaal vrolijke kinderen en die willen allemaal iets van mij hebben. En dat kan ik maken, dus dat is wel leuk. En je hebt een mooie ballon gekregen, toch? Wat voor ballon is het? Wat is het? Een hond. Kun je hem eens laten zien aan de camera? Wat voor een hond is het? Een doggy. En hoe vond je het knap dat die man dat maakte? Ja. Hoe deed hij de ballon vouwen? Kun je dat voordoen anders of uitleggen? Nee. Kun je dat niet? Dat was wel knap, hè? Ja. Zou je dat ook willen kunnen? En wat is de moeilijkste ballon die er is om te maken? Oh ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Het moeilijkste. We maken wel eens hele grote objecten. En dat zijn decoraties. En die bestaan soms uit meer dan 10.000 ballonnen. Zo heb ik met een aantal andere ballonartiesten... staan we in het Guinness Book of Records met de grootste ballonnenstad ter wereld. In China hebben we die gemaakt. Maar ik maak soms ook hele grote objecten zoals Yoshi of Pokémon en dat soort dingen. En soms kan je ze ook dragen. Dus dan kan je ze als een pak aan. Dus dat doe ik ook. Wat voor doggie? Met een lange staartje. Met een lange staartje. En vind je hem mooi? Waarom vind je hem zo mooi? Ik vind hem zo leuk met groen. Woef, woef. Hij kan ook naar beneden. Ik zag dat jij net iets heel moois hebt gekregen. Wat heb jij gekregen? Een zwaard. Kun je hem even laten zien? Wat vond je ervan, hoe die dat deed? Heel leuk. Knap, hè? Ja, speciaal ook. Wat ga je allemaal met dat zwaard doen? Spelen. Ook zwaard gevecht doen. Leuk. En wat is nou de leukste ballon om te maken? Oh, de leukste. Ja, dat vind ik ook zo lastig. Want dat is persoonlijk natuurlijk. Hè? Maar ik maak het liefst natuurlijk wat kinderen van mij willen. Maar zelf vind ik het eigenlijk wel heel leuk om Elmo te maken. Alleen die kost een beetje tijd. Wie wil deze? Ik wil deze!
Een andere activiteit deze herfstvakantie is CineKid on Tour. In het Chausseetheater speelden verschillende films en voorstellingen en kinderen konden aan allerlei workshops deelnemen. Uiteraard ging Breda nu een kijkje nemen. Zoals je ziet zijn er heel veel kinderen op het moment. Wat is er allemaal te doen deze herfstvakantie bij het Chausseetheater? Nou, we hebben deze herfstvakantie een bomvol programma met allerlei voorstellingen en films voor kinderen voor alle leeftijden. En vanmiddag is er brandweerman Sam. Die staat in onze grote zaal. En we hebben een voorstelling Zwijnenstal. En we hebben heel veel film, heel de dag door. En er zijn installaties en je kan knutselen. Dus er is genoeg te doen. Wie ben jij? Lessa. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Ik ga naar brandweer Sam. Ga je naar brandweerman Sam? Ja. En wat gaat brandweerman Sam doen? Hij gaat beren even wegleggen. Heb jij beren in de hand? Ja. Laat zien aan beren dan. En wat kom jij hier doen? Ik kom over het Chausseetheater vloggen. Oké, en jij bent dus een vlogger? Ja, dat klopt. En wat doe je dan allemaal met je vlog? Ik laat zien wat je hier kunnen doen en wat de activiteiten bijvoorbeeld zijn en dat soort dingen. Nou, ik ben Lisa en ik ben hier met Visueel Geweld voor CineKid. Wat wij hier doen is een workshop en die heet Give It To Me. En het zit hem al een beetje in de naam. We maken hier gifjes, giffies. Wat zijn de reacties van de kinderen die jullie krijgen op de gifjes? Nou, de reacties van de kinderen die zijn super enthousiast. Zodra kinderen zien dat zij in een andere wereld kunnen stappen door middel van een greenscreen en zichzelf dan kunnen zien bewegen, dan slaan ze al helemaal aan. Dan worden ze heel enthousiast van. Sommigen zijn wat verlegen, maar als ze weten wat de bedoeling is, dan hebben ze heel veel plezier. Kun je uitleggen hoe het spelletje werkt? Nou, je bent toch zelf de groene stip en dan moet je... De rode dingetjes die zijn vijanden en oranje is lava. En dan moet je proberen bij het regenbooglichtgevende puntje te komen. Zonder dat je die andere dingen aanraakt. Leuk. En vind je het leuk om hier te zijn? Ja. Ga je zometeen ook nog naar de film toe? Ja. Welke film ga je heen? Kapsalon Romy. En wat komen jullie hier vandaag doen? We gaan daar een filmpje maken bij de... Knutsel. En wat voor filmpje hebben jullie gemaakt? Kijk, Jana was een superheld en ik was een toerist. En waar waren jullie dan? In de woestijn. Zo, en wat moesten jullie allemaal doen in de woestijn? We hadden een feest, maar dat feest kon niet doorgaan. Het is allemaal georganiseerd vanuit CineKid on Tour, heb ik begrepen. Ja, klopt. Het filmdeel is inderdaad georganiseerd door CineKid on Tour. Zij zijn een filmfestival uit Amsterdam. En zij gaan ook letterlijk on tour, dus het land door. En ze komen dus ook in Breda met films en alles daaromheen. Tot wanneer komen de kinderen nog komen kijken? Tot en met zondag. Afgelopen week opende MES weer haar deuren na een flinke verbouwing. Wij vroegen aan de mensen op straat welke artiesten zij nou eens graag in MES zouden zien. Rappers zoals Jo Silvio. Diggy Dex. Ja. Rotterdamse artiesten. En welke Rotterdamse artiesten? Ik zou kijken naar Delict of zo. Dat is een bandje uit Rotterdam, is al jaren bekend, in Rotterdam dan. En ze zijn bezig met een grote comeback te maken in Nederland. Dus en ze zijn super grappig, ze hebben echt wel goede teksten en hij heeft echt talent. Nou, we zijn niet zo dat er outgoings zijn en naar theatertoestanden gaan, dus ik weet het niet. Misschien Direct. Ik weet niet of die daar terecht kan. Maar een goede rockband zal wel prettig zijn. Ja. Ja. Ja, hetzelfde. Ik heb ongeveer dezelfde smaak als hij. Dus, Ik denk wel Ronnie Flex, Lil Kleine. En waarom die artiesten? Omdat ik ze goed vind, ja. Heel veel eigenlijk. Misschien metalartiesten, rockartiesten. En welke? Wat me nou even te binnen schiet, De Staat. Misschien, dat zou wel leuk zijn. Rob de Nijs, denk ik, ja. Rob de Nijs? Ik heb kan gekeurd. Nu nog, hè? En dan waarom Rob de Nijs? Nou, ik vind hem goed. Ik ben laatst ook naar een concert geweest en het was leuk. Misschien de Birthday Massacre? Omdat ze nogal een kleine groep fans hebben en dat kan de MES wel aan. Kraantje Papi, dat is een beetje hip-hop, dat soort soort.
Waarom dat soort artiesten? Omdat dat toch veel jeugd trekt en de jeugd toch altijd wel wat meer mag hebben in Breda. Op dit moment doen heel veel artiesten een soort van clubtour. En ik merk heel erg dat het altijd in... Hoe heet het bij Nijmegen ook weer? Don Roosje, ja. En 013 is. Maar nooit, zeg maar, iets in Breda. Nee. Dat hij best bekend is. En ja, ook goed, naar mijn mening. Ja, ze hebben teksten over leuke meisjes. Over dat ze even een woppertje gaan halen 's avonds. Het zijn niet echt van die afbrandteksten van andere mensen. Maar gewoon... Ja, normale rapteksten. Ik denk dat de MES, zeg maar, op dit moment nog niet echt clubtours heeft gehad in de MES, zeg maar. Ik denk dat de MES voornamelijk artiesten boekt waarbij ze denken dat die het goed gaan doen. Maar nooit dat een artiest in een clubtour Breda er ook bij betrekt. Dus ik weet dan niet of het aan de MES ligt of aan een artiest, maar... Mike stak deze week opnieuw zijn handen uit de mouwen. Ik ben benieuwd hoe het hem afging in de horeca. Daar is wie sta ik? Ik ben Laurens Lek en ik werk hier bij Samsung. Okay, en hoe is het dan om hier in de horeca te werken? Ja, leuk. Je bent de hele dag bezig met mensen. Je kan mensen hun drankje geven en ja, het is gewoon fijn om mensen weer blij weg te zien gaan. En ik ga vandaag een beetje meewerken. Wat kan ik vandaag allemaal verwachten? Ik ga jou een biertje laten tappen. Je mag voor mij wat koffies maken. We gaan wat gasten serveren. Je mag ook wat bestellingen opnemen. En ik ga je gewoon meenemen in mijn dagelijkse werkgast. Nou, we gaan het gewoon zien vandaag. Yes. Ik ga mee met jou. Okay. Dus eerst wel laten lopen. Hè? Eerst trek je hem open, laat je de bierprop vallen. Die mag gewoon op het blad. Ja. En dan hou je het glas erbij. En wanneer die vol is, doe je hem recht en dan dicht. En dan is het een goed, je... goed biertje of niet? Ah, hij is oké. Okay. En dan serveren we eerst het bier. Dan vraag je... Eerst het bier altijd? Yes, want het bier gaat dood en dat willen we niet. Ja, bijna. We pakken in de horeca altijd alleen het onderste deel van het glas. Want het onderste deel is voor het personeel, het bovenste deel is voor de gasten. Want als er iemand eruit drinkt, dan willen we natuurlijk niet dat het glas vies is. Maar ik heb wel mijn handen gewassen nog. Ja, maar dan nog? Dat weten onze gasten niet. Helemaal goed dat jij erop let, Yes. Als je er helemaal in doet, misschien ja, zo is hij goed. Anders gaat hij overlopen. Dit is wel een mooi vormpje. Ja, waar vind je het op lijken? Op een hamster. Nou, mijn werkdagje zit erop. Hoe vond je dat ik het deed? Ging goed. In het begin zag ik nog wel wat foutjes, maar uiteindelijk ging het beter. Je komt er wel. Okay. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik ben er allemaal achter dingen gekomen waarbij ik normaal nooit echt zou denken van... Oh, zit daar zo. Dat vond ik heel tof. Ik vond jij alles heel goed uitleggen aan ons. Dankjewel. En ik vond het gezellig. Ja. Misschien tot ziens. Als ik ooit nog een carrière switch wil maken, misschien ook de horeca. Als je nog een maandje zoekt, je weet ons te vinden. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit weekoverzicht. Bedankt voor het kijken allemaal en alvast een fijn weekend. Tot ziens! Breda Nu.